Nederland wil bruggen slaan in Veiligheidsraad. Nederland wil in de VN Veiligheidsraad een oliemandje zijn. De zetel in de meest belangrijke raad van de Verenigde Naties moet zo gebruikt worden om bruggen te slaan tussen de Verenigde Staten en Rusland, die het nu doorgaans met elkaar oneens zijn. Dat zei minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken vandaag bij de aftrap voor de Nederlandse zetel in het Haagse Vredespaleis, in het bijzijn van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en zijn collega minister Sigrid Kaag. Er is nu vaak een automatische tegenstelling tussen de VS en Rusland, terwijl dat echt niet altijd nodig is. Nederland heeft een lange historie van bruggen bouwen. Dat gaan we in de Veiligheidsraad ook doen. Nederland zit vanaf 1 januari een jaar lang in de VN-veiligheidsraad. De laatste keer dat ons land die prestigieuze zetel bezette, was in 1999 tot 2000. Nederland heeft een lange historie van bruggen bouwen. Dat gaan we in de Veiligheidsraad ook doen.